Clap your hands now. Het is duidelijk, nog maar één dag te gaan en dan gaat het WK beachvolleybal beginnen. 10 dagen lang, absolute topsport dus. Maar ja, wat merken we ervan in Den Haag? Waar kan je dat WK beachvolleybal eigenlijk beleven? Vandaag nemen we je even mee naar een aantal belangrijke plekken waar je die sfeer kan proeven van het WK beachvolleybal. We zijn aangekomen bij eigenlijk wel het belangrijkste plekje voor dat WK beachvolleybal. Het stadion, drijvend op de Hofvijver. 5000 mensen ruim kunnen er hierin. Er ligt 225 kuub zand. En vrijdag wordt hier de openingswedstrijd gespeeld door Marleen van Iersel en Madeleine Meppelink. En later op vrijdag ook nog Christian Varenhorst en Reinder Nummerdoor. 2 Nederlandse wedstrijden dus op vrijdag. Het stadion is natuurlijk het kloppend hart van het WK beachvolleybal, maar hier staat ook, nou, al die dagen dat er gevolleybald wordt, staat een hele hoop te gebeuren. Het plein midden in Den Haag, het wordt één groot beachvolleybalfeest hier. Het plein wordt tijdens WK beachvolleybal omgedoopt tot Beachclub De Heek. Nou, je kan hier heel erg goed ontspannen. We hebben sowieso streven we ernaar zoveel mogelijk gewoon in het meubilair. Je komt aan, dus we willen dat de uitstraling echt een beach is. En, palmboompjes. Palmboompjes helpen dan wat ons betreft, denken we wel. Ja, en vanaf 's ochtends vroeg, wat ik al zei, is er programmering. Staat altijd gewoon lekker muziek op. Vanaf 1 uur of 4 komen er echt acts en DJ's. Veel Haagse acts zullen er zijn. Voor elk wat wils, dat weet ik zeker. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij de mooiste plek misschien wel van het WK beachvolleybal. Althans, de plek met het allermooiste uitzicht. De 10e etage van de bibliotheek en dan nog een keer het dak op. Want als we hier dan uiteindelijk naar boven klimmen, wat niet altijd meevalt, dan zien we daar beneden de trainingsvelden liggen. So let's get it, y'all. Dance and laugh and have a good time. Behalve dat alle wereldtoppers hier trainen, kun je hier volgende week ook genieten van demonstraties bossabal. En dat is een spectaculaire sport. Eigenlijk een combinatie van volleybal, voetbal en gymnastiek. En het wordt gespeeld op een speelveld van luchtkussens en trampolines. Spektakel gegarandeerd dus.